Eigenlijk heeft Pimmeke mij gekozen en niet andersom. Ik had nood aan wat gezelschap en ben daarom naar het asiel gegaan. Pimmeke was gedumpt door zijn vroegere eigenaar. Maar ik was op slag verkocht. Een onvoorwaardelijke liefde. Ik krijg het altijd moeilijk als ik beelden zie van dieren die lijden. Waarom zou ik mijn steentje dan niet bijdragen? Onlangs ben ik beginnen nadenken over de toekomst. Eén ding stond vast. Ik wilde dieren blijven helpen. Samen met mijn kleinzoon heb ik toen alle mogelijke opties bekeken en Gaia kwam duidelijk als mijn favoriet naar boven. Misschien is het niet altijd zichtbaar wat Gaia doet, maar de resultaten zijn er wel. De medewerker van Gaia is bij mij op de koffie gekomen om alles wat duidelijker te maken. Hij zei dat alle beetjes helpen en hij heeft me toen ingelicht over hun legatenprogramma. En dat heeft me helemaal overtuigd om Gaia in mijn testament te zetten. In zekere zin worden de dieren mijn erfgenamen en dat vind ik een mooie gedachte.